zijn bij het voedselloket in Almere. Daar hebben we een soort minima-supermarkt. Je kunt hier gewoon aankloppen met de mededeling: ik heb honger. En dan gaan wij zorgen voor eten. Want we gaan eerst zorgen dat je maag gevuld is. En dan gaan we pas verder kijken naar wat is je probleem. Hoe zit het zaakje precies in elkaar? Wie kan je daarbij helpen? En hoe kunnen wij ondersteunen? En hoe kunnen we zorgen dat je zo snel mogelijk weer financieel op je eigen benen staat? We zijn hier in verband met het armoedeonderzoek. Hier bij een heel concreet project. Waar mensen die in de armoede geraakt zijn, hier in Almere, verder geholpen worden. Er komen hier allerlei mensen. Mensen die rijk geweest zijn, mensen die altijd armoede gekend hebben. Maar ze hebben één ding gemeen. Ze hebben op dit moment te weinig geld om zelf hun eten te kopen. Dan heb je het per jaar over een 1400 tot 1500 gezinnen. We doen eigenlijk vrij veel. We doen in meubels, witgoed, speelgoed, kleding. Maar we doen ook bijvoorbeeld in cursussen. Maar, waarbij mensen weer wat sterker in de samenleving komen. En samenwerking is daarbij eigenlijk van doorslaggevend belang. Samenwerken met kerken, maar ook met overheidsinstanties, met hulpverleners. Ik sprak Hanneke. Een voorbeeld van iemand die actief in het leven staat en ineens zelfstandige, het zit tegen en je raakt aan lager wal, financieel gezien. En je komt van de regen in de drup. Dan merk je ook hoe ontzettend onze samenleving van protocollen aan elkaar hangt. Van het ene kastje van de muur naar de andere gestuurd wordt. Hier komt ze terecht, ze wordt gezien als mens. Zeker, niet eenvoudig, want je moet weer door die moeilijke periode heen. Maar er wordt weer gepoogd om mensen weer op eigen benen te laten staan en verder te helpen. En het totale overzicht te houden. En dat geeft haar ook weer een beetje moed en helpt haar weer verder. En komt ze ook weer verder. 9 van de 10 klanten die bij ons langs geweest zijn, zien we nooit meer terug. Dus die zijn blijvend een stukje hoger gekomen op de maatschappelijke ladder. Iedereen kan plotseling in een situatie komen dat je minder te makken hebt en dat je eigenlijk te weinig geld hebt om te komen. Hier zijn er in Almere, zoals op veel plekken, natuurlijk ook veel van deze mensen. En hier wordt de mens gezien. Die wordt geholpen, die krijgt de mogelijkheid om hier tegen gewone kosten inkopen te doen. Maar wel op weg geholpen, zodat hij ook zelf zijn weg weer kan vinden. Prachtig initiatief. Mijn droom voor het voedselloket is een hele simpele. Dat is dat het er morgen niet meer is, want dat het niet meer nodig is.